Als je wilt beginnen met tekenen, het begint met een vel papier en een pennetje. Potlood is heel simpel, je hebt het in allerlei verschillende hardheden. Ik werk veel met kroontjespen. Eigenlijk is het een penseel van staal. Dus als je het hard indrukt, dan wordt het dikker. En als ik het heel licht laat, dan kan het oplossen in een heel dun puntje. Dus zoek vooral materiaal waar jij vrolijk van wordt, waar je zin in hebt om mee te werken. En ga dan aan de slag. Veel mensen willen heel graag iemand kunnen tekenen. Dan is het heel leuk om te beginnen bij jezelf. Je hebt altijd wel een spiegel en een potlood en dan kun je gewoon beginnen. Als je stripfiguren tekent en je wil een houding geven aan die figuren, makkelijkste voorbeeld, dat ben je zelf. Ik gebruik heel veel fotografie. Het Rijksmuseum heeft een hele goede website waar eigenlijk alles gewoon op staat. Ik ga eerst foto's zoeken. Die teken ik in lijnen na. Op zo'n foto trek ik allemaal lijnen om alle verhouding in mijn hoofd een beetje in beeld te krijgen. Het lekkere van tekenen is dat je veel meer gaat zien. Goed kijken is ontzettend moeilijk. Het allerbelangrijkste aan tekenen is kijken. Hoe meer je gaat tekenen, hoe beter je ook gaat kijken naar de dingen om je heen. Ga je ook letten op hoe iemand iets heeft geschilderd. Bijvoorbeeld in het Rijksmuseum heb je superveel zelfportretten en dat is heel interessant om naar te kijken. En hoe deden zij dat? Tekenen is een rechtstreekse vastlegging van een gedachte. Eigenlijk is het vooral kijken, een beetje tekenen. Gelijkenis zit hem veel minder in precies de goede afmetingen en veel meer in de donkere en de lichte patronen. Wat ik het moeilijkste vind voor tekenen is dat je eigenlijk heel veel niet moet tekenen. Waar de glimlichtjes zitten, laat ik het helemaal vrij, zodat je kunt zien dat daar het licht valt. Als je door je oogharen kijkt, dat je de grote lijnen ziet, probeer die eerst neer te zetten. En dan steeds meer detail. En op een gegeven moment kom je bij een punt van, oh, nu ga ik hem verpesten. En dan moet je eigenlijk doorgaan. Wat ik altijd prettig vind om nog toe te voegen is de schaduw op de grond, omdat die anders een beetje zweeft. Die raakt die schaduw niet, waardoor dat pootje van de grond komt. Eigenlijk moet je altijd proberen of je je denken uit kunt schakelen. Want dat hindert je om de vormen goed te zien. Omdat je dan niet meer tekent wat je ziet, maar dat je dan tekent wat je denkt dat je ziet. Dus echt tekenen wat je ziet is een van de moeilijkste dingen. Maar het is een kwestie van doen en experimenteren en ook niet bang zijn. En maak je een foutje en denk je, hey, dat foutje maakt het eigenlijk anders dan bij iemand anders. Want die kan precies hetzelfde wat ik kan, maar die heeft het foutje niet gemaakt. Kijk naar Van Gogh bijvoorbeeld, daar klopt vaak eigenlijk helemaal niks van. Maar die doet het gewoon met zoveel kracht en zoveel overtuiging. En daar gaat het eigenlijk om, je moet niet twijfelen wat je doet. Dus als je gewoon doet wat je mooi vindt en wat je goed ligt, dan krijg je uiteindelijk een eigen stijl, dat gaat vanzelf. Tekenen is geweldig om te doen. Het is ontzettend leuk als je zelf mag beslissen wat er gebeurt in het leven. Die macht heb je op je eigen witte vel.